Goedenavond, welkom bij het webinar Paardenhouderij van Countess. We hopen jullie vanavond te informeren en te inspireren. Allereerst een paar huishoudelijke mededelingen. We zijn met een ontzettend grote groep, wel meer dan 1400 deelnemers. En daarom kunnen we helaas niet alle vragen persoonlijk beantwoorden. Op de achtergrond is iemand die het wel probeert. Dus we zullen zoveel mogelijke vragen zullen worden, proberen we te beantwoorden. We willen jullie vragen om vooral de tekst van de presentaties goed af te wachten en daarna te beslissen of er echt nog vragen zijn. De meest gestelde vragen sturen we ook nog na met een terugkijklink van dit webinar. Ook zullen er een aantal vragen tijdens het webinar worden beantwoord. Mocht je echt privévragen hebben die echt over jouw privéonderneming gaan, dan is er de mogelijkheid om bij de betreffende presentator wat jouw onderwerp aangaat, het e-mailadres of het telefoonnummer te noteren en later contact op te nemen. Allereerst, mijn naam is Nathalie Zane. Nogmaals welkom. Ik ben werkzaam bij Countess en nauw betrokken bij Team Paardenhouderij. Binnen Countess hebben we de kennis zeer hoog staan. En daarom is ook Team Paardenhouderij opgericht. Binnen Countess proberen we in het Team Paardenhouderij de kennis te bundelen die daar al is. En op die manier jullie als ondernemer van alle informatie te voorzien die jullie nodig hebben. Natuurlijk betrekken we daar ook externe partijen bij wanneer dit nodig is. Een van mijn grote hobby's is actief bezig zijn met dressuur. Het mooiste vind ik daarin dat je zowel jezelf als het paard en vooral gezamenlijk opgaat naar een steeds hoger doel. Je ontwikkelt jezelf en het paard en die harmonie die daarin ontstaat is gewoon iets heel moois. Zo vind ik het ook heel mooi bij de ondernemers waar ik ooit aan tafel kom. Om die ontwikkeling door te maken. Om die naast hun zijde mee te mogen maken. Om te zien dat ze daarin zichzelf ontwikkelen. Betere ondernemers worden, hun passie kunnen uitoefenen. En zich ook bewust te worden waar ze heen willen. Ontzettend mooi vind ik daar om mee bezig te zijn. Vanavond neem ik jullie mee en is de rode draad mens, geld en omgeving. Binnen Countess gebruiken we deze kapstok, omdat wij van mening zijn dat deze veel invloed heeft op je onderneming. Twee pijlers die we zullen gaan behandelen. Twee onderwerpen eigenlijk, is INR en stikstof. Die vallen in het plaatje omgeving. En later zitten we nog met Henk Lasje als bedrijfsadviseur om tafel. En die gaat geld en mens behandelen. Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. In één keer was er een virus en dat virus is niet weggegaan. Het heeft ontzettend veel impact gehad en is ook echt een stukje omgevingsfactor waar we mee moeten dealen. De handel lag in eerste instantie stil, kwam later weer op. Maneges konden wel, dan niet lesgeven. En ook de wedstrijden hebben in één keer een totaal andere vorm gekregen. Ze gingen of niet door, of het werden meetmomenten, of ze gingen online. Oftewel een hoop veranderingen in een jaar. Het is heel erg mooi om te zien dat sommige ondernemers daar ook op inspelen. Ik heb ondernemers die heel veel online zijn gaan doen, maar ook ondernemers die een focus hebben gelegd en juist in deze tijd hebben gezien van hé, ik moet een andere koers gaan varen of ik ga een koers varen die beter bij mij past. Al deze omgevingsfactoren die invloed hebben op je bedrijf, daarvan is INR er ook eentje. Het is weer een nieuwe wet en regelgeving die er aankomt. Vanavond gaan we daarom om tafel met Andreas. Hij heeft zich volledig gefocust op INR en zich daar volledig in vastgebeten. Welkom Andreas. Dankjewel. Allereerst zijn we natuurlijk heel benieuwd, wie ben jij? Dus daarom de vraag, wat doe jij voor Countess en wie is Andreas als persoon? Mijn naam is Andreas van der Vis. Ik ben werkzaam als jurist bij Countess. Ik houd mij voornamelijk bezig met pachtregelgeving, mestbeleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid, het beoordelen en opstellen van contracten. Daarnaast ook een stuk bedrijfsovername, dus het toetreden van kinderen, uittreden van ouders. Dat doe ik bij Countess voornamelijk. Dat is heel veel als ik het zo hoor. En wat is jouw affiniteit met paarden? Mijn vader heeft een melkveehouderijbedrijf, maar daarnaast ook paarden. Probeert goede fokproducten af te leveren voor de springsport. Daarnaast hebben wij thuis ook twee paarden. Mijn vriendin is naast haar werk als jurist ook bijzonder actief in de dressuurwereld. En doet met name het opleiden van en uitbrengen van paarden in de dressuursport. Voor haarzelf, voor anderen, waaronder ook mijn vader.
mijn rol is daarin wel beperkt. Ik ben betrokken, maar ik beperk me vaak tot het rijden met de trailer en het bijstaan bij wedstrijden. Vinden wij heel belangrijk als dressuurruiter. Heel fijn. Je hebt je helemaal vastgebeten in de INR. Nou, als ik jou zo hoor, dan past dat ook helemaal bij je. Mooie combi. Zou jij er ons meer over kunnen vertellen vanavond? Zeker. Introductie van het INR-register. U heeft er vast al het een en ander over gehoord. Allereerst, wat is het INR-register? Het staat voor identificatie en registratie. En het is een database in Nederland van gehouden dieren en locaties. En wij kennen dit systeem ook al voor bijvoorbeeld koeien en geiten. En het geeft inzicht op welke locaties, welke dieren worden gehouden en, heel belangrijk, welke verplaatsingen er hebben plaatsgevonden. Stel, er is bijvoorbeeld sprake van een overdraagbare dierziekte, die mogelijk gevaren heeft voor de volksgezondheid of voor de voedselveiligheid, dan is dat inzicht van groot belang, omdat er dan eventueel maatregelen kunnen worden getroffen. Nou, dan nu de aanleiding voor het INR-register voor paarden. Er is een Europese verordening aangenomen die rechtstreekse werking heeft. En deze registratieverplichting gaat gelden voor zowel hobby- als bedrijfsmatig gehouden dieren. De introductiedatum is gesteld op 21 april aanstaande. Dat is al snel, dus ik stel voor dat we gauw naar de inhoud gaan. Het is goed om eerst een onderscheid te maken tussen enerzijds de locatie en anderzijds de registratie van het paard. Ik ga beginnen met de registratie van de locatie. Op iedere locatie in Nederland waar paarden worden gehouden, dient een uniek bedrijfsnummer te worden aangevraagd via mijnrvo.nl. De vraag is dan, wat is een locatie? Nou, dat kan bijvoorbeeld stallen zijn in combinatie met een stuk landbouwgrond. Dat kan ook een privéwoning zijn waarbij een stal is gesitueerd. Maar het kan ook een weiland zijn waar geen stal bij is gevestigd. Dat kunnen alle locaties zijn waar paarden worden gehouden en waar een UBN-nummer voor aangevraagd moet worden. Dan is vervolgens de vraag, wie vraagt dan dat UBN-nummer aan? Dat is de exploitant van die locatie. Ik ga straks een aantal voorbeelden geven. Eerst wil ik nog graag even aangeven dat de kosten voor het aanvragen van zo'n UBN-nummer, we verwachten dat het ongeveer €25 per jaar kost om ook dat nummer in stand te houden. Bij het aanvragen van een UBN-nummer moet je ook locatiespecifieke gegevens doorgeven aan mijn RVO. Dan nu de vraag, wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van die locatie? Dat is in de basis de exploitant. En wie is dan de exploitant? In de meeste gevallen zal het zo zijn dat de eigenaar van de locatie de exploitant is en dus verantwoordelijk voor het aanvragen van het UBN-nummer. Maar er zijn ook uitzonderingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat jij eigenaar bent van stallen, maar deze hebt verhuurd aan een derde. Deze derde is dan de exploitant en is verantwoordelijk voor het aanvragen van het UBN-nummer. Zijn er dan nog meer uitzonderingen? Zeker. Het kan ook zijn dat jij als eigenaar meerdere stallen hebt, maar dat je één stal hebt verhuurd aan een derde. In dat geval kun jij als eigenaar zelf een UBN aanvragen op jouw locatie, maar kan daarnaast die derde ook een UBN aanvragen. Daarvoor is wel vereist dat hij echt een losstaande stal van jou huurt. Wat kan dan weer niet? Stel jij bent pensioenhouder en je hebt allemaal paardeigenaren en die willen allen afzonderlijk op jouw locatie een UBN aanvragen. Dat kan dan weer niet. Moet ik nu overgaan naar de registratie van paarden. Paarden moeten op een UBN geregistreerd worden in Nederland. En dat moet op de locatie waar ze gewoonlijk, dus langer dan 30 dagen, gehouden worden. Als je na 21 april de paarden hebt geregistreerd, moet er vervolgens een melding worden gedaan in het INR-register als de gewoonlijke verblijfplaats van deze paarden wijzigt. Er zijn een aantal uitzonderingen op. Wijzigt niet de gewone verblijfplaats, dus korter dan 30 dagen. Wordt een paard bij een trainingsstation gestald voor training, of een merrie bij een dekstation. En beide deze twee laatste worden maximaal 90 dagen daar gestald. Dan hoef je geen melding te doen in het INR-register. Wel moet je in dat geval een lokale administratie bijhouden. En hier vertel ik je zo dadelijk meer over. Want ook hier komt natuurlijk weer de vraag op, wie is dan verantwoordelijk voor het registreren van het paard? Ook hier geldt weer de exploitant van het paard. Nou, dat is degene die is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en ook besluitvorming. Nou, in de meeste gevallen zal ook de eigenaar van het paard degene zijn die
exploitant is en dus verantwoordelijk voor registratie. Maar goed, wij kennen allemaal situaties waarbij de eigendom en ook de exploitatie en de dagelijkse gang van zaken niet in dezelfde hand te liggen. Nou, in dat geval hangt het af van de afspraken die jij hebt gemaakt, wie verantwoordelijk is voor registratie. Dan wil ik nu een slag maken naar het meer praktische. Het belangrijkste is dat er uiteindelijk geregistreerd gaat worden, alle paardachtigen in Nederland. Dat de exploitant van het paard verantwoordelijk is, betekent nog niet dat dat ook in de praktijk gunstig is en ook werkbaar is. Vanuit onze ervaring die wij hebben met het registreren van bijvoorbeeld koeien, geiten, schapen, denken wij dat het handig is dat een locatiehouder de registratie van paarden op zijn of haar locatie gaat verrichten. En dat, de achtergrond daarvan is dat een paardeigenaar eerst een machtiging zou moeten hebben om op jouw locatie en op jouw UBN een paard te moeten melden. En dan heb jij als locatiehouder er misschien wel meer werk van door een machtiging te verlenen dan gewoon zelf die registratie te gaan verrichten. Als locatiehouder is het dan ook goed om te kijken, is dit een dienst die ik dan aanbied? En kan ik mijn kosten, de kosten voor het in stand houden van UBN en de meldingen, of die ook kan doorberekenen aan mijn klant? Dan de praktische zaken met betrekking tot registratie. Wat is er nodig? Nou, dus kort gezegd, enerzijds een chipnummer en aan de andere kant een paspoort. Heb jij een paard dat komt uit het buitenland of is geregistreerd bij een stamboek uit het buitenland, dan moet je dit paard aanmelden bij een in Nederland uitgevende instantie voor paspoorten. Wij krijgen best wel vaak de vraag, is het ook echt nodig dat ik dat paard op mijn eigen naam geregistreerd heb staan? Dat is voor registratie in het INR-register niet nodig. Voor het kunnen melden van dieren in het INR-register is een app beschikbaar. INR Dieren, die valt te downloaden in de App Store. Daarnaast kun je via Mijn RVO ook inleggen om deze registratie te voldoen. Maar er zijn ook commerciële softwaresystemen die een link hebben met het INR-register, waardoor jij kunt voldoen aan jouw verplichtingen. De lokale administratie. Als een paard verplaatst wordt, maar de gewone verblijfplaats wijzigt niet, moet je dus volgens de wet en regelgeving een lokale administratie bijhouden. Wat moet hierin bewaard worden? De datum van het verplaatsen, welk paard het betreft, en de locatie, lees UBN, van herkomst en verplaatsing. Deze lokale administratie is vormvrij. Dit betekent dat jij zelf mag kiezen of jij het in de vorm van een kladblok doet, of jij dit digitaal doet of in een Excel-bestand. Je bent als ondernemer hier vrij in om te kiezen. Let wel op, je hebt een bewaartermijn van 3 jaren. Dus let ook op dat de vorm die jij kiest ook ervoor kan zorgen dat je ook 3 jaar lang deze informatie bewaart. Nou, moet dan alles gemeld worden? Nee, gelukkig niet. Er is een uitzondering voor verplaatsingen die maximaal 24 uur duren, waarbij het paard op dezelfde dag weer terugkeert op de locatie. Denk aan een buitenrit, een wedstrijd of een bezoek aan de dierenarts. Wij krijgen heel geregeld de vraag wat nu de gevolgen zijn van de introductie van het INR-register voor andere wet en regelgeving. Nou, in de basis is het niet zo dat als gevolg van INR er ook zaken anders worden voor bijvoorbeeld de meststoffenwet. Ook nu moet jij als professionele paardenhouder beoordelen of jij een mestboekhouding moet bijhouden voor de meststoffenwet. Het INR-register maakt dat niet anders, maar wat wel is, en dat ook belangrijk is om te beseffen, dat het introductie van het INR-register er wel voor zorgt dat het makkelijker te controleren en te handhaven wordt of jij als bedrijf je houdt aan de meststoffenwet. Dan is even de vraag, hoe gaat het dan in de praktijk? Nou, de uitvoerende instantie met betrekking tot het INR, dat is RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De NVWA is belast met de handhaving. Mocht jij als professionele paardenhouder nou niet voldoen aan de wet en regelgeving, krijg je in de basis in beginsel eerst een waarschuwing. Maar er kunnen ook bestuurlijke boetes worden opgelegd. Nu wil je vast graag weten, waar kan ik morgen alvast mee aan de slag? Nou, dat kan. Heb jij een locatie waar paarden worden gehouden, dan kun jij vanaf vandaag al een UBN aanvragen. En heb je al een UBN op jouw locatie, dan is het ook mogelijk om de diercategorie paard alvast toe te voegen. Heb je paarden op stal staan, dan moet je dus vanaf 24 april
deze paarden op het UBN-nummer gaan registreren. Daarnaast heb jij paarden van anderen op stal staan. Maak onderling goede afspraken. Na 21 april is het van belang als de gewone verblijfplaats wijzigt om een melding te doen in het INR-register. En denk ook nu alvast na tussen vandaag en 21 april. Hoe ga ik mijn lokale administratie inrichten? Ik ben al door mijn presentatie heen en sta open voor vragen. Heel erg bedankt, Andreas. Volgens mij was dat heel duidelijk en moeten we vooral morgen het UBN gaan aanvragen. Ik heb een aantal vragen die binnen zijn gekomen. Ik heb hier een vraag. Ik heb een pensionstal en de eigenaren van de paarden zijn vrij om hun paarden mee te nemen naar andere stallen. Hoe regel ik de lokale administratie in? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb al in mijn presentatie aangegeven dat die inrichting van de lokale administratie vormvrij is. Het moet natuurlijk praktisch en werkbaar zijn. Dus het is eerst goed om naar jezelf goed te kijken van welk systeem werkt bij mij. Wil ik dit digitaal gaan doen of ga ik dit in de vorm van een klapbok doen? Daar ben je vrij in. Vervolgens is het ook van belang, als jij meerdere paardeigenaren hebt bij jou op stal, ga ook met hen in gesprek van wat past bij ons. En zorg ook, kijk ook bijvoorbeeld kritisch als jij stallingsovereenkomst hebt. Zorg ook dat jij in deze contracten gaat verwerken wie welke verantwoordelijkheden hebt. Oké, dankjewel. Kan Counters hierin ook eventueel iets betekenen? Counters heeft een tool in ontwikkeling om deze administratie te gaan verzorgen. Die kan voor meerdere situaties ingericht worden. Als jij meerdere paardeigenaren hebt die allemaal wijzigingen willen kunnen doorvoeren in een systeem, hebben wij die tool beschikbaar. Als mensen daar interesse in hebben, kunnen ze contact opnemen met het e-mailadres wat in beeld verschijnt. Er zullen wel kosten in rekening worden gebracht, maar wij gaan tegelijkertijd ook kijken naar jouw specifieke situatie en om dit bestand daarop af te stemmen. Oké, dankjewel. Een andere veelgestelde vraag is, als je al een UBN-nummer hebt voor bijvoorbeeld varkens of koeien, moet je dan nog een nieuwe aanvragen? Nee, dat kan ook niet. Hè. Als jij al een bestaande UBN hebt, kun je niet een nieuw UBN-nummer aanvragen, maar moet jij de bestaande UBN uitbreiden, waarbij je de diercategorie paard toevoegt. Oké. En daarop inspelend een andere vraag. Welke apps zijn hiervoor beschikbaar? Nou, voor INR paarden is beschikbaar om die meldingen te verrichten. Voor wat betreft de lokale administratie zijn ook een aantal apps beschikbaar. Alleen is daarvan nog even de vraag wie gaat daadwerkelijk of op de paardenhouderij afgemeten administratie goed inregelen. Dat is, daar kan ik nog even geen namen van noemen. Oké. Een andere vraag is, als je de paarden verplaatst naar een gepachte wei, moet dat dan ook geregistreerd worden? Zeer zeker. Hè. De vraag is natuurlijk wel, voor hoe lang worden die paarden verplaatst? Hè? Als dat voor een hele korte periode is waarbij de gewone verblijfplaats niet wijzigt, dan kan het in de lokale administratie. Maar als ze in de gepachte wei voor langer dan 30 dagen gaan, zal er een melding moeten gaan van jouw UBN-nummer naar het UBN-nummer van de persoon van wie die wei is. En ofwel, er moet een UBN worden aangevraagd op dat perceel weiland. Dat is even afhankelijk van de specifieke situatie. Oké. En kun je ook toelichten waarom het praktischer is dat de locatiehouder de registratie gaat verzorgen? Want daarmee halen ze zich toch alleen maar extra werk op de hals? In de eerste instantie kan ik heel goed begrijpen dat men denkt dat dat extra werk op de hals had. Alleen als jij wilt dat een paardeigenaar op jouw UBN wijzigingen kan doorvoeren, moet jij hem of haar een machtiging geven. Daar ben je al tijd kwijt. En ik zie ook nog wel een risico, want wij kennen eigenlijk alleen maar machtigingen waarbij je volledige toegang krijgt. Dat betekent dat al die paardeigenaren volledige toegang hebben tot jouw INR, tot jouw UBN. Die kunnen paarden bijschrijven, ook even vanaf halen. En als die paardeigenaar naar een andere stal zou gaan, dan moet je natuurlijk ook weer die machtiging intrekken. Doe je dat niet, dan kan die paardeigenaar ook nog in de periode daarna wijzigingen uitvoeren op jouw UBN-nummer. Dat vind ik wel een behoorlijk risico. En ik zie ten opzichte van zelf die registratie gaan verzorgen, ten opzichte van het verstrekken van een machtiging, ik denk dat je er evenveel tijd bij kwijt bent en dat je de risico's juist inperkt als jij als locatiehouder, als professionele paardenhouder zegt, ik ga die taak op mij nemen en ik ga kijken of mijn kosten kan doorberekenen.
Helder, helemaal bedankt. Helemaal duidelijk, denk ik. Mochten er nog andere vragen zijn, die ontvangen we in de chat. Die zullen we dan later toesturen. Dus hier volgt dan nog een antwoord op. Heel erg bedankt, Andreas, voor jouw tijd en jouw inzet over dit onderwerp. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Een ander onderwerp in het stukje omgeving is stikstof. Het is een woord wat in één keer opkwam en waar we heel vertrouwd mee zijn geworden, dat er in één keer was en ook niet meer weg is gegaan. Voor mij persoonlijk blijft het toch altijd een lastig onderwerp. Want wat houdt het nu precies in en wat moet je nu precies voor je onderneming gaan doen? Daarom hebben we binnen Counties de omgevingsadviseurs. Zij houden zich dagelijks bezig met bestemmingsplannen, milieuvergunning en ook stikstof. Christel Weren is hier en zij gaat ons daar meer over vertellen. Heel even nog toelichten, want ik zag dat er een aantal kijkers veel later ingestroomd zijn. Mocht je een deel gemist hebben van deze webinar, er komt een terugkijklink later en daar zullen ook de meest gestelde vragen en antwoorden in terug te vinden zijn. Christel, welkom. Dankjewel. Wil jij ons meer vertellen over wat de omgevingsadviseurs precies doen? Zeker. We zijn een team mensen die ondernemers begeleiden bij alle vergunningen op het bedrijf. Denk aan bouwvergunningen, milieuvergunning, natuurvergunningen. En soms is het voor een bouwvergunning nodig dat je een grote bouwblok hebt. Dan nemen we je mee in het proces tot het bouwblokvergroting. Dan moet je het bestemmingsplan wijzigen. Maar ook als er een bezwaar of beroep tegen je bedrijf wordt ingediend, dan helpen we je ook begeleiding bij dat proces. Want het heeft best een impact als iemand het niet eens is met jouw bedrijfsvoering. Dus dat doen wij met een team van bijna 10 mensen. Ik kan me goed voorstellen dat dat veel impact heeft, ja. Daar word je niet blij van. Nee. En wat is nou echt, waar word jij nou heel blij van in het werk wat je doet? Nou, het is wel het vasthoudende. En dan met de ondernemer en de overheid kijken van wat is het maximaal mogelijk op die locatie. Waar de ondernemer nog mee verder kan. Maar ook de overheid zegt van ja, dit vinden we hier nog goed. En dat kan ooit wel wat jaren duren. Maar dan denk ik, ja, dan moet je toch een beetje eigenwijs blijven. Om dat vol te houden. Maar ja, dat is wel het werk wat we doen. Ja. Mooi. En jouw affiniteit met paarden, is die er toevallig ook? Jazeker. We hebben thuis sinds 2009 een klein akkerbouwbedrijf met een paardenfokkerij. Dus ik hoop dat ze thuis goed naar Andreas hebben geluisterd. Dat ze die registratie goed gaan doen. En daarvoor hadden we een varkenshouderij. Die hebben we dus toen gesloopt en met akkerbouw en paarden verder gegaan. In de tijd daarvoor, 2007, zijn we ongeveer begonnen met de in- en verkoop van paardenstallen, paardenboxen, hondenkennels. En dat bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf tot bijna 20 mensen personeel. En we zijn daar ook mee begonnen met de productie van de paardenstallen om die zelf te doen. En dan begrijp je wel al dat we dus zijn verplaatst naar het industrieterrein, want ja, we hebben thuis een agrarische bestemming en dat mag dan niet meer. Nee. Dus we zijn die bestemmingswijziging kreeg jij er niet, hoor. Nee, dat krijg ik in het buitengebied niet klaar. Je mag gewoon naar het industrieterrein. En dat klopt dan ook. Dat hebben we ook gedaan. Ja, nou volop affiniteit met de paarden. Jazeker. Zou je ons mee willen nemen in het verhaal van de stikstof? En dan vooral wat de laatste wijzigingen zijn voor onze paardenondernemers. Ik ben heel benieuwd. Ga ik doen. Ja, we weten allemaal wel, als we een stal gaan bouwen, we moeten een bouwvergunning hebben. En dan kijk je naar het bestemmingsplan en dan weet ik, dat is je bouwblok. En dan ga je iets bouwen wat erin past. En kijk je naar, ben je een fokkerij, dat zoals wij thuis zijn, dan moet je toch echt die agrarische bestemming hebben. Zit je meer in de manege, dan ga je naar recreatie of sport. Maar dat is wel bepalend voor het verkrijgen van je bouwvergunning. Daarbij weten we ook dat daar een milieuvergunning bij hoort. Dan hebben we wel een makkelijkere versie, dat is de melding activiteitenbesluit. Die moet je gaan indienen als je meer dan 5 paarden hebt. Heb je dan vanaf 51 tot 100, ja, dan moet je die melding ook doen. Maar dan moet je een beperkte milieutoets bij doen. Heb je dan meer dan 100, dan moet je echt een omgevingsvergunning milieu doen. En een soort merkbeoordeling. Niet echt een hele rapportage, maar wel een beoordeling. En dan komt er, wat we nu zeggen, recent een natuurvergunning bij. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. De Natuurbeschermingswet is van 1967. En daar hebben we als Nederland onze Natura 2000 gebieden in geïmplementeerd. En daar zijn we mee gaan werken. Maar die vergunningverlening begon in de jaren 2005 echt te stropen. 2015 hebben we in Nederland gezegd, we gaan die wet uitvoeren met de PAS. De programmatische aanpak stikstof. En toen zijn we vergunningen gaan aanvragen en meldingen gaan indienen. In 2019 zegt onze hoofdste rechter van ja, maar die PAS is niet goed.
Het is onzeker of de natuurgebieden voldoende beschermd worden. En dan moeten echt alle effecten die er zijn op een Natura 2000 gebied worden meegenomen. En dat die alle effecten betekenden toen in 2019 dat in één keer ons woningbouw stil lag. En de verbreding van snelwegen stil lag. Maar dat is dus eigenlijk de reden dat die pas onderuit gehaald is. Wat is nou stikstof op een agrarisch bedrijf? Je hebt je dieren met de huisvesting. Maar je hebt ook je auto, je hebt je vrachtwagen met de paden. Of je hebt je loods met je cv-installatie. Die stoten ammoniak en stikstof uit. En dat doen we dan, de emissie die naar de lucht gaat. En wat is dan wat op een Natura 2000 gebied valt? Dat is dat wat in droge of natte depositie op een natuurgebied valt. Daar hebben we een Arius-programma voor en die rekent uit aan de hand van de windsnelheid en de windrichting waar en hoeveel depositie je uitstoot op een natuurgebied. En dat drukken we dan uit in mol per jaar. En wat denk je nou dat of je op een natuurgebied een effect hebt? Nou, dit zijn de gebieden die in Nederland zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Dus je kunt je voorstellen dat er best veel gebieden zijn in Nederland waar je denkt, daar moet ik rekening mee gaan houden. Dus we willen daarvoor dus een vergunning. Wat kunnen we nou doen om een vergunning te krijgen? Want deze vergunning wordt afgegeven door de provincie. We kunnen kijken naar je bedrijfsvoering en zeggen, we hebben 25 paden, we zitten op 5 kilometer afstand van het Natura 2000 gebied. Wat is dan je uitstoot? Wat kunnen we uitrekenen? En als je dan onder die 0,0 uitkomt, dan zou ik nu een aanvraag indienen en dan die vergunning krijgen. Dan ben je in ieder geval gegarandeerd van de vergunning. Zit je nou boven die 0,00, dan zou ik kunnen kijken van, kan ik intern salderen? Dat betekent dat je met je vergunningen die je al hebt uit het verleden, kunt gebruiken als vergund recht. Het vergund recht is wel zo beperkt dat het moet zijn dat het aanwezig moet zijn op het moment dat het natuurgebied is aangewezen. Dus dat kan zijn 1994, 2000 of 2004. Nou, stel het slechtste geval, het gebied is al in 1994 aangewezen. Dan moet je kijken bij je vergunningen van, had ik al een vergunning voor 1994? En welke vergunning heb ik na de hand gekregen? Want het is nog wel zo, als je de laagste vergunning, met de laagste depositie, die gaat gelden. Dat is je vergund terecht. Naar ons thuis gekeken, bij de varkens hadden we natuurlijk een enorme depositie op een Natura 2000 gebied. En toen we in 2009 overgingen naar de paardenfokkerij, hebben we zelf die depositie omlaag gehaald. Dus dat betekent dat we binnen die depositie moeten blijven om een vergunning te krijgen. Wat is er nou in 20 januari jongstleden gebeurd? Daarvan heeft de Raad van State gezegd, voor het intern salderen heb je helemaal geen vergunning nodig. Dus het is je eigen verantwoordelijkheid eigenlijk om binnen die vergunning te blijven. Dus het is met name van belang om nou te zorgen om te kijken van, wat is mijn depositie en blijf ik daar binnen? Als het allemaal niet lukt, hebben we nog een derde. Dat is extern salderen. Dat betekent dat je eigenlijk bij een andere ondernemer stikstof of ammoniak moet kopen. Het liefst daarbij mensen in de omgeving, want dan maakt de afstand naar een natuurgebied ongeveer even groot. En dan heb je ongeveer hetzelfde aantal kilogrammen ammoniak of stikstof nodig. Het is wel zo dat niet iedere provincie daar al in meegaat. Want als je naar Gelderland gaat, die zegt, wij gaan niet salderen met bedrijven met fosfaten of dierrechten. Dus dat is wel belangrijk dat je dat even goed weet. We hebben één locatie, zijn we nou aan het doen, waarvan we zeggen, de depositie is 0,01. En net die plantjes die in dat gebied zijn, die hebben geen last van ammoniak en die stikstof. En daarvan heeft een ecoloog gezegd, ja, die uitstoot van 0,01, die mag je hebben. Die planten hebben daar geen last van. Je ziet daar ook nog staan een ADC-toets. Dat is eigenlijk alleen voor de overheid. Dan is het van het algemeen belang, dwingende redenen en compenseren. Die mogen dan wel meer uitstoot hebben op dat natuurgebied, maar die moeten dat elders compenseren. Ik heb er eentje overgeslagen, dat is verliezen. En dat is ook een leuke wat nu gebeurt. Een klant van ons heeft melkrund veebedrijf en wat meer vergunde rechten als de koeien die heeft. En nou heeft de overheid hem gevraagd van, kunnen wij die rechten niet leasen? Want dan kunnen wij het woningbouwprogramma daar realiseren. Het is wel zo dat de overheid dan maar 70% van die rechten mag gebruiken. Maar het is als ondernemer wel zo dat je dan na die 2 jaar gewoon die 100% rechten weer terugkrijgt. Dus je geeft ze eigenlijk voor 2 jaar af en daarna krijg je ze weer terug.
Dus wat adviseer ik nou om te doen? We kunnen kijken naar je bedrijf, we doen een locatiecheck. En als je onder die 0,00 uitkomt, zal ik meteen de aanvraag indienen en een vergunning aanvragen. Lukt het jou niet, dan gaan wij die oude milieuvergunning opzoeken. Daar hebben we best wel de overheid voor nodig. En dan gaan we kijken of we op jouw locatie intern kunnen solderen. Dus dat betekent dat we naar 94, 2000 of 2004 gaan kijken. En het is dus zo dat er nou geen vergunning meer voor aangevraagd moet worden, want daar heb je je rechten voor. Maar het is wel zo dat het dus je eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen dat je binnen je depositie blijft. Kijk, en als derde, als daar niks uitkomt, dan kunnen we kijken of we extern kunnen salderen in de provincie waar je zit. En afhankelijk van het resultaat wat uit zo'n locatiecheck komt, kunnen we kijken van hoe gaan we verder. Moeten we extern salderen? Zijn er nu al bedrijven die daar een soort databank van maken om te kijken of er in jouw omgeving depositie beschikbaar is? Dan is het nog wel dat dit het vergunningentraject is. In het kader van het bestemmingsplan doen we dit anders. Daar geldt een ander regime. En dan moet je kijken, als we zeg maar, ik wil een bouwblok vergroting. Dan hebben we nou ingezet, dan heeft de Raad van State ook geaccepteerd dat je de agrarische grond die eronder ligt, maar de bemesten, heb je ook ammoniak en dat vervlucht ook, dat we die gebruiken voor je uitbreiding van de bedrijfsvoering. Want dat is op hetzelfde plekje, dat is een onlosmakelijk verband. En dat betekent, ik heb nou één dossier gedaan waar 10,5 hectare wordt ingeleverd voor een ander project. En er kwam 900 kilogram ammoniak uit. Dus dat betekent dat er toch een geschikt aantal koeien meer gehouden mogen worden. Dus dat gebeurt nou ook. En daarmee gaan we ook kijken of we dat intern salderen kunnen gerealiseerd krijgen. Dus met al met al is het zo dat van zorg dat je weet wat er op je locatie speelt en welke rechten je hebt. Nou, bedankt. Was het duidelijk? Het is weer een stukje duidelijker geworden bij mij. Oh. Het blijft een lastig onderwerp. Als ik het goed samenvat, is eigenlijk bestemmingsplan milieumeldingen. Daar zijn we bekend mee en die heeft eigenlijk ook iedereen wel op orde. Maar de stikstof speelt dus eigenlijk ook op ieder bedrijf. En dan moet eigenlijk ieder bedrijf ook in ieder geval weten of hij daaraan voldoet. Ja. Dan vroeg ik me wel af, is het dan nog interessant om daar niet te lang mee te wachten om daarna te kijken? Ja, nu weten we als we zo'n locatiecheck doen en je zit onder die 0,00. Of je hebt iets met het intern salderen met je vergunde rechten. Dan weten we nu dat het kan. En we hebben nou ook wel weer, er komt een nieuwe stikstofwet aan. Kijk, als er dan weer andere regelgeving komt, of de provincie zegt, we doen andere regels voor intern en extern salderen, en dat kan weer niet, dan mis je nu een kans dat het wel kan. Ja. En daarom zeggen we dan altijd, ja, kijk waar je nou staat. En dan kun je daarna nog bepalen van, is het handig om nu die vergunning aan te vragen, of moeten we echt extern salderen? En gaan we kijken of er überhaupt iemand in jouw omgeving iets wil verkopen. Duidelijk. Dan vroeg ik me ook nog af, hoe kijk jij aan tegen het INF-verhaal in combinatie met stikstof? Ja, de angst dat er gegevens vrijgegeven moet worden, dat speelt bij heel veel mensen. Het is zo dat RVO eigenlijk die gegevens in principe niet vrij wilde geven. De provincie heeft er ook nog nooit om gevraagd. Maar als er dan net op jouw bedrijf een handhaving komt, dat er bijvoorbeeld een milieuvereniging zegt van, heb je wel zo'n stikstofvergunning? Toen hebben ze in het kader van de wet openbaarheid van bestuur bij de RVO gevraagd om die gegevens te vragen. En dat komt bij de rechter nou uit dat ze dan vrij moeten geven. Okay. Dus dat hebben ze wel een rechtelijke procedure voor over gehad. En dan weten ze ook dat het gewoon moet. Dus in het kader van handhaving zullen ze dan wel de gegevens vrij moeten gaan geven. Okay. Dankjewel. Een aantal vragen komen binnen. Een van de vragen is, bij een interne saldering heb je dan een meldingsplicht? Nee. We hebben met intern salderen, we hebben ook verschillende aanvragen al lopen bij de provincie. Maar door die uitspraak van 20 januari heeft de rechter gezegd, ja, daar heb je geen vergunning voor nodig. Dus nu zijn we met de politiek aan het kijken van, moeten we die aanvraag nou intrekken? Of komt er een positieve weigering, zoals we dat noemen? Maar dan krijg je een bericht van de provincie die zegt, ja, je hebt wel een aanvraag ingediend, maar we kunnen hem niet vergunnen, omdat er geen vergund recht is. En dat vinden veel ondernemers dan ook wel weer fijn, want dan kun je zien dat er naar gekeken is en dat je daar geen vergunning voor nodig had. Ja, ja. Ja. Dus even kijken, waar vind je normen voor hoeveel depositie je gaat zorgen vanaf jouw bedrijf? Nou, in de regeling ammoniak en VOI zie je in ieder geval de uitstoot van paarden, ponies. En dan kun je dat niet zelf doen, er zit een ergensprogramma achter, waar de windsnelheden en al die dingen in zitten. En die berekent dan met
die ammoniak uitstoot en die stikstof, hoeveel depositie jij uitstoot op het dichtstbijzijnde natuurgebied of meerdere gebieden, dat kan ook nog voorkomen. Oké, als we een bedrijf veel melkkoeien heeft en hij heeft één paard, heeft dit dan gevolgen voor het stikstofbeleid bij de melkkoeien? Nee, en zeker als je kijkt naar intern saldeer, want je hebt vaak ook een koe minder. Dan is die depositie, en dat is wat de rechter dus in januari heeft gezegd, jouw depositie is van jouw bedrijf. En als jij daar anders mee omgaat door andere dieren te houden, dan mag dat. Je moet alleen zorgen dat je er dan niet buiten gaat. En waar kan een berekening gemaakt laten worden voor de locatiecheck? Dat kan bij ons. Oké. En een andere vraag is het dan bij minder dan 5 paarden niet nodig om dit te doen? Ja, dan gaan ze toch uit dat het gewoon hobbymatig is. Kijk, en dan is het bedrijfsmatig betekent dat je die vergunning op orde moet hebben. Want thuis ook wel eens de discussie dat onze mestbak moet zijn voorzien van allerlei voorzieningen. En de buren daar niet, maar die hebben ze hobbymatig. En wij hebben ze bedrijfsmatig. Dat is het verschil. Ja, dat is een groot verschil, ja. Ik denk dat het de vragen waren voor nu. Mochten we meer vragen krijgen, dan sturen we ze naar je door. En dan kunnen we die later nog beantwoorden. Hartstikke bedankt voor jouw tijd en jouw duidelijke uitleg. Graag gedaan. Hiermee hebben we al 2 belangrijke onderwerpen gehad uit de driehoek mens, geld en omgeving. Maar vooral nog in het stukje omgeving. Daarom gaan we nu de onderwerpen van mens en geld behandelen. Bij geld hebben we allemaal een idee. Want geld moet er verdiend worden in de onderneming. Maar hoeveel moet er verdiend worden? Waar streef je naar? Wat genoeg is voor de een, is te weinig voor de ander. En heb je subsidies op orde? Maak je daar gebruik van? En je pensioen, heb je daar al over nagedacht? Het zijn allemaal vragen die naar voren gaan komen. Als ik bij een onderneming ben en ik vraag hoe heb je gedraaid, dan zeggen ze vaak, ja, goed of slecht, want ik heb zoveel winst gemaakt. Maar is dat hetgeen waar we mee bezig zijn? Is dat wat maakt of de onderneming goed of slecht gedraaid heeft? Een stukje mens komt er altijd bij kijken. Daarbij is natuurlijk jij als de ondernemer zijn een belangrijke factor. Maar je gezinsleven speelt daar ook een grote rol bij. Heb je daar genoeg tijd voor? Is de balans tussen werk en privé op orde? En hoe ga jij om met veranderende wet en regelgeving, zoals in het stukje omgeving? Dat komt ook voort uit de ondernemer die jij bent. Maar hoe sta je ook tegenover je toekomst van je bedrijf? Dat zit ook geschakeld aan deze driehoek. Ben je ook al klaar voor de toekomst? Of moet jij zelfs misschien aan bedrijfsoverdracht gaan denken? En allemaal vragen die spelen en die vaak spelen als onze bedrijfsadviseurs bij de klant aan tafel zitten. Daarom hebben we Henk Lasje uitgenodigd om eens te vertellen hoe dat gaat. En ik ben daar ook heel benieuwd naar. Welkom Henk. Ja, goedenavond. Goedenavond. Kan jij misschien eens kort vertellen wat jij heel erg leuk vindt in je werk en waar jij energie van krijgt? Ja, wat ik heel erg leuk vind is dat als je met echt ondernemende ondernemers bezig bent, die echt er willen ontwikkelen en ja, daar dan ook wel hulp bij willen gebruiken of ondersteuning bij willen gebruiken en sparring. En dat we dan met ondernemer om tafel mag en dan mee mag denken in zijn planvorming, in zijn onderneming. En dat avontuur samen mag aangaan voor een klein poosje. Dat is denk ik, daar krijg ik energie van. Ja, echt zij aan zij en in het vertrouwen van elkaar. Ja, in een goede relatie en dan echt met elkaar proberen om het doel te bereiken wat die ondernemer ook echt stelt. Ja, mooi. Ja. En jouw affiniteit met paarden, is die er ook? Ja, ik heb een drukke baan, maar ik mag inderdaad daarnaast nog het nodige met paarden doen. Bijvoorbeeld dat ik thuis ook een eigen kleinschalige paardenfokkerij heb. En dat vind ik echt, dat is voor mij echt een passie. Binnenkort 17 maart, dan heb ik 2 merries die toevallig op dezelfde dag uitgerekend zijn. En daar kan ik nu al wel een beetje enthousiast van worden. En dan naar het moment dat straks dat veulen achter die merrie ligt. En dat je dan vanuit al die, die verschillende factoren, dat er dan een hengstenkeuze in merrie die je hebt. En alle de goede verzorging. En dat je dan uiteindelijk daar een heel mooi veulen krijgt. Hopelijk. Nou ja, dat is, daar kan ik echt enthousiast voor worden. Ja, mooi. Ja. En je zei je hebt een drukke baan. Kan je kort vertellen wat jij bij Counters doet? Want je zit hier vanavond in jouw rol als ondernemersadviseur. Ja, wat ik bij Counters doe, ik ben ondernemersadviseur. Gewoon bij een heel aantal ondernemers die ik mag begeleiden. Daarnaast heb ik intern een leidinggevende functie. Waarin ik een regio aanstuur. Maar ook een aantal expertise teams.
En bijvoorbeeld de expertgroep paardenhouderij, hè, waar jullie ook allemaal in zitten. Degene die net ook voor mij waren. Daar mag ik ook mee bemoeien en mee helpen ontwikkelen. En die kennis bundelen en dan samen ook op een goede manier naar de ondernemers toe gaan in de markt. Ja, nou dan zitten we volgens mij met de juiste persoon aan tafel vanavond. Om ons verder te helpen. Want een stukje inzicht in je organisatie begint natuurlijk bij een geordende boekhouding. Maar daar houdt het niet op, want we weten dat Countess daar goed in is. Maar juist het stukje advisering is zo ontzettend belangrijk en wil Countess jou bij helpen. Daarom gaan we een kijkje nemen in hoe dat gaat. En is de grootste vraag aan Henk eigenlijk. Kan jij eens vertellen waar de ondernemingen tegenwoordig vooral eens aan moeten denken? Het is mij gevraagd om daar eens op een antwoord op proberen te geven. Nou, dan is de tijd kort en we kunnen hier uren over praten. Als je kijkt naar de paardenhouderij, dan gaat het eigenlijk, dan is de uitdaging vaak in de paardenhouderij dat we ontzettend veel gepassioneerde ondernemers hebben. Je bent niet voor niks in de paardenhouderij bezig. Dat doe je over het algemeen vanuit een passie die je voelt. Maar daarnaast, wij als accountantskantoor, als accountants willen graag professionele paardenhouderijondernemers bijstaan. En dan gaat het ook om een stukje ontwikkeling, een stukje bedrijfsontwikkeling. En het gaat ook nadrukkelijk om een stukje geld verdienen. Want de professional in de paardenhouderij die wil ook geld verdienen. En daar zitten veel uitdagingen. En ook ontzettend veel kansen. Want als je iets met heel veel passie en liefhebberij doet, dan gaat het soms ook vanzelf. Maar iedereen in de paardenhouderij is passierijk. En dan is het nog wel eens lastig soms, of een uitdaging, om dan ook echt in een professionele houding te zitten en ook gericht te zijn op dat er uiteindelijk ook geld verdiend moet worden. En daar kijken wij naar van, we worden wel eens benaderd en dan zeggen ze tegen ons van, ik heb een plan en ga daar eens mee aan het rekenen. Jullie zijn accountantskantoor, jullie zijn rekenaars, dus ga er maar eens mee aan het rekenen. En dan gaan wij eigenlijk vrij snel terug naar de ondernemer van, ja, wij kunnen wel gaan rekenen. Maar het begint natuurlijk van, wie ben je zelf? Wie ben je zelf als mens? Wat wil je dan precies? Over het algemeen is men wel, weet men wel waar een passie ligt. Maar het is nog wel eens wat lastiger om nou echt aan te geven van waar ligt nou het doel? Waar ligt het doel in die onderneming die ik heb? En hoe kan ik dan ook in een uitvoering komen, in zodanige uitvoering dat ik er en energie uithaal en mijn passie in kwijt kan, maar vervolgens er ook geld mee kan verdienen? Dan zou je daarin eens kunnen gaan kijken van oké, wie ben je nu? En je wilt dan graag met die ondernemer vooruitkijken. Je wilt een financiële planning maken. Dan wil je vooruitkijken. Dan kun je dat ook eens doen door bijvoorbeeld te zeggen van nou, wie ben je nu? Waar wil je naartoe in de komende jaren, in de komende 10 jaar? Hè? Waar ben je bijvoorbeeld in 2031? Als je 10 jaar verder bent. En als je daar is een oefening in wil doen, dan is het misschien wel eens heel leuk om te kijken van wie ben ik nu, maar wie was ik nou 10 jaar hiervoor? En welke successen hebben mij gebracht van waar ik nu ben? En welke liefhebberij en passie heeft mij daarin gebracht? Maar ook welke uitdagingen heb ik nog daarin te doen? Zodat ik, want je bent ergens nu en je wilt ergens naartoe, dus je bent nog niet op de plek van de bestemming. Dus welke uitdaging heb je in het verleden gehad? Een beetje vanuit het credo. De voorgaande jaren, de geschiedenis is misschien ook wel de beste voorspeller voor de toekomst. En dat geldt voor heel veel dingen en dat geldt ook zeker voor jou als ondernemer. Nou, daar willen we dan mee starten als het gaat om rekenen. Kijken naar die menskant. En daar hebben we ook wel wat. Daar vergaren wij zelf ook steeds meer kennis in. En een stagiair bij ons heeft daar eens een keer een hele mooie opdracht in gedaan, een afstudeeropdracht. Ook wij waren in onze organisatie heel gauw geneigd om te kijken naar de paardenhouderij. En dan had je het over trainingstallen, had je het over managebedrijven, pensionstallen, fokkerijstallen, hengstenhouderijstallen. Allerlei verschillende uitvoeringen. En daar keek je dan vrij eenvoudig naar. En had je vaak wel een oordeel van, oh, nou, dat gaat goed of dat kan beter. En die dilemma's zitten daar en die dilemma's zitten daar of uitdagingen. En zij ging eens even een paar passen terug. En ze zei eigenlijk van, ja, je kunt naar de paardenhouderij ook anders kijken. Je kunt ook kijken naar van, in de paardenhouderij heb je 3 verschillende types ondernemers. En een type is bijvoorbeeld dat je pure liefhebbers hebt. En die willen gewoon iedere dag lekker met die paarden bezig.
en verder niet te veel gezeur aan de kop. Daarnaast heb je een groep ondernemers die zeggen van ja, maar ik ben met die paarden bezig. Ik ben met mijn paarden bezig en met mijn paardenhouderijbedrijf bezig. Maar ik wil mij professioneel ontwikkelen. En ik weet dat ik daar geld voor nodig heb, want zonder geld kan ik mij niet doorontwikkelen. Maar het gaat ook vooral om die ontwikkeling die ik heb. Dan kijk ik naar wat Nathalie helemaal in het begin zei, van dat ze dus als een redelijke professionele manier met haar paard bezig is om iedere keer op een hoger level te komen. En dat staat voor mij ook echt als een professional die, met, die in een team, ruiter en paard, dan verder ontwikkelt. Dat is meer de professionele ondernemer. En daarnaast, als je naast de liefhebber en de professional, is er ook nog een ondernemer die zegt van ja, maar ik zit in die paardenhouderij en het is allemaal hartstikke mooi. Die passie en die liefhebberij en het is mooi dat ik mij ontwikkel, maar ik wil ook gewoon geld verdienen. Nou, dat zijn drie types ondernemers. De liefhebber, de professional en de business-wise, de zakelijk gedreven ondernemer. En de vraag is dan eigenlijk, als je wat chargeert en wat uitvergroot, dan is de vraag ook van in de zoektocht naar van wie ben ik nu? Van wie, ja, waar, in welke categorie hoor ik thuis? En nou is het zo dat ik ondernemers ken die voor het oog in de paardenhouderij ontzettend succesvol zijn. En misschien wel de look hebben van dat ze ontzettend zakelijk gedreven zijn. Maar in hun hart misschien wel ontzettende liefhebbers zijn. Maar die valkuilen die misschien dan opdoemen op het moment dat je liefhebber bent. Dat ze die laten ondersteunen door anderen die hun daar scherp op houden. Dus je kunt daar ook allerlei varianten in en ook allerlei voorzieningen in treffen om wel liefhebber te zijn en nog steeds ook heel goed geld te verdienen. Dus je kunt daar vervolgens ook allerlei vormen in gaan kiezen. Nou, dat zijn wel de dingen waar wij mee bezig zijn. En wat wij dan ook nog wel eens inzetten, en dan zit het met name op de menskant van de ondernemer, voordat wij beginnen te rekenen, dan kun je vervolgens ook nog gaan kijken van, hoe zit nou de persoon echt in elkaar? En achter mij ziet u twee plaatjes. Nou, dat is bij ons, heet dat het kleurenprofiel. En dat kleurenprofiel staat eigenlijk voor wie de persoon in kwestie is. In dit geval is het Ed en Willem, die achter mij in kleur gebracht zijn. En dit is eigenlijk een uitkomst van een My Motivation test die wij gebruiken. Er zijn heel veel van die persoonlijkheidstesten, maar wij gebruiken intern ook heel veel de My Motivation test, maar die gebruiken we ook wel bij klanten in trajecten. En dan zie je eigenlijk dat een heel mooi, wij zijn niet psychologen, daar zijn andere mensen voor. Maar wij gebruiken deze tool, zou je kunnen zeggen, dit middel, zo'n profielschets ook wel, om de goede discussie aan de keukentafel te krijgen op het moment dat wij met ondernemers aan het plannen bedenken gaan en het plannen gaan doorrekenen. En dan zie je hier een Ed en een Willem en dan zie je twee totaal verschillende personen. Ed is echt iemand met een topsportmentaliteit, zou je kunnen zeggen. Hij is een tikkeltje dominant en hij is vooral gericht op succes. En dat drijft hem. En dat zal hem in alles wat hij zegt en wat hij doet en hoe hij beweegt en welke taal hij uitslaat, zou dat naar boven komen. En dan zie je Willem en die is veel meer een teamsporter, een teamplayer. En die wil graag in harmonie en volgens een proces en een protocol wil hij lekker gaan werken. Nou, wat is dat nou in de praktijk? Ik wil daar wel een voorbeeld in geven. Ik heb wel meegemaakt dat ik bij een nieuwe klant kwam en die had een hele mooie pensioenstal. Maar die liep daar wel een beetje mee rond. Want die pensioenstal, wij weten allemaal, als je een pensioenstalhouder bent, dan heb je ook te maken met dat in iedere box staat een paard, maar in iedere box heb je vaak ook wel een gezin dat je erbij hebt. Dat betekent dat je ontzettend veel met mensen moet omgaan. Een pensioenstalhouder moet misschien wel veel meer nog met mensen omgaan dan dat hij met paarden moet kunnen omgaan. Deze ondernemer liep daar gewoon mee van, ja, ik krijg er geen energie van dat mijn erf vol loopt met allerlei mensen. Ik vind ze hartstikke aardig, maar ik wil dat niet iedere dag. Ik wil gewoon eigenlijk wat meer met paarden bezig. Daarom heb ik die pensioenstal opgericht en niet met mensen. Nou, dat is een denkproces geweest. Daar zijn uiteraard ook berekeningen in gemaakt, maar ook nadrukkelijk met deze profielschetsen op tafel. Waarbij je dan vervolgens constateert van ja, maar jij moet misschien geen pensioenstalhouder blijven. Maar je kunt veel beter het bedrijf gaan omturnen naar een opvokstal. Waarin het paarden verzorgen veel meer naar voren komt. En waar het misschien het mensgericht, natuurlijk moet je met klanten omgaan. Maar daar zat het probleem ook niet. Maar je hoeft veel minder mensgericht te zijn en veel meer paardgericht. En dat kan dus echt bepalend zijn voor in welke bedrijfsuitvoering je kiest in de paardenhouderij. Een voorbeeld waarin dit werkt. Nou, dan
wil ik nog even verder gaan naar die driehoek mens, geld en omgeving. Nou, wij zien dus ook, voortgaan op dat voorbeeld dat ik noem, dat je voor jezelf als ondernemer ook goed moet kijken van oké, hoe ben ik nou gedreven? Waar zit ik nou? Waar zit ik nou het liefst? En denk dan eens terug aan die liefhebber, die professional en die business-wise, die zakelijk gedreven ondernemer. Denk eens terug aan hoe je ook met het kleurenprofiel kunt omgaan. En denk dan eens terug van, en kijk dan eens naar van oké, en hoe sta ik aan naar mijn omgeving? Wat vind ik als mens belangrijk en wat geef ik ook als mens? En hoe kan ik dan ook in een bepaalde balans ook geld verdienen? En daar moet naar mijn idee, als we het hebben over begeleiding van ondernemers en het maken van plannen, moeten we het daar over hebben met elkaar. Dan wil ik afsluiten met een heel, dan toch wel een stukje waar, core business van ons zou je kunnen zeggen. Dat is het opstellen van winst- en verliesrekeningen. En ik noem hem heel bewust, als je naar de paardenhouderij kijkt en naar de professionele paardenhouderij, dan moet je op een gegeven moment ook heel eerlijk durven zijn. En dan moet je eigenlijk zeggen van als ik professioneel wil leven van paarden, dan heb ik daar eigenlijk een inkomen uit te verdienen. En dat inkomen dat ik daaruit te verdienen heb, is toch eigenlijk wel, ik heb hem hier maar gesteld op 40.000 euro. Nou, ik ken heel veel paardenhouders die hebben daar niet genoeg aan. Maar je zou kunnen zeggen, het is een modaal inkomen dat je dan verdient uit de paardenhouderij. Als je dat wil doen, en je gaat dat eens heel eerlijk terugrekenen, dan heb ik hier eens een voorbeeld. Als je nou eens zegt dat die bedrijfsvoering die je hebt, en je zou daar eens een marge uithalen van 30%, dan heb je toch al 200.000 euro omzet nodig om überhaupt aan die 40.000 euro privé te komen, waarbij je dan ook nog een beetje marge overhoudt en nog een beetje ruimte om ook nog vervangingsinvesteringen te doen. Dus als je daar dan heel eerlijk naar kijkt, dan moet je dus naast dat je uitvogelt van wie ben je nou precies als mens, als ondernemer, en wie, wat is mijn passie, maar wat is ook welke professionele ontwikkeling wil ik ook najagen, zul je vervolgens ook even moeten gaan kijken, en welk geld, wat voor geld wil ik dan verdienen? En als ik dat dan terugreken, wat zijn dan vervolgens de zaken die ik moet regelen en waar ik ook rekening mee moet houden? En is dat dan ook een professionele uitvoering? Of neem ik misschien wel genoegen met te weinig en ben ik dan een klein beetje misschien ook de hobby van een ander misschien wel aan het mogelijk maken, terwijl je er zelf bekaaid afkomt? Dus ik denk dat die professionele benadering, die moeten we volgens mij ook aangaan als wij met ondernemers, als bedrijfsadviseurs om tafel gaan als het gaat om een stukje bedrijfsontwikkeling. Helder, Henk. Ik hoop dat we op deze manier veel mensen hebben kunnen inspireren om eens verder te denken dan, we zitten toch vaak in de dagelijkse sleur van de paardenverzorger. Ja. En dan is stilstaan hierbij geen overbodig luxe. Wat ik me wel afvroeg, wat zou jij de paardenondernemer echt specifiek mee willen geven? Nou, wat ik een paardenhouder wil meegeven is dat paardenhouderij is in mijn ogen, doe je dat nooit alleen. En dat begint al met heel praktisch, zeg maar, dat als je alleen bent, dan kun je vaak weinig beginnen. Heb je een jong paard en je moet er alleen mee aan de gang, dan valt het vaak niet mee. Maar die kun je eigenlijk heel erg doortrekken naar alles in de paardenhouderij. Maar dat kun je eigenlijk ook doortrekken. Dat staat bij mij ook als symbool voor ondernemen, al is het nou in de paardenhouderij of in andere sectoren. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je in het professionele paardenhouderij heel goed kijkt naar van waar zitten nou mijn kwaliteiten en wat is nou alweer wat ik mij nou, welke liefhebberij bracht alweer dat ik hierin aan de gang wilde. En dan vervolgens eens kijken van hoe complementeer ik mijn team om mij heen om als een professionele paardenhouder te ondernemen. En daarbij gewoon de rekening houden van wat zijn nou de successen, hè? Wat maakt mij nou succesvol? Nou, dat wil je maximaal uitvergroten, maar wil je ook maximaal tijd voor hebben en wil je maximaal voor in de gelegenheid gesteld worden. Maar er zijn altijd dingen waar je op aangevuld kunt worden. En laat je je daarop aanvullen. Dat is denk ik, dat is echt de oproep naar mij toe, naar de ondernemers toe, om daar heel scherp naar te kijken. Ja, duidelijk. Is de vraag die binnenkomt is, kan je zelf ook, kunnen de mensen die kijken ook zelf een My Motivation test doen? Ja, die My Motivation test die bieden wij ook zeker aan. Dat is voor ons is het een tool, zeg maar, een soort van middel om het goede gesprek te krijgen en een goede aanvliegroute te krijgen in een ondernemingsplan. Wij bieden die ook wel, ik meen dat die iets van 40, 50 euro kost. En dan heb je eigenlijk al zo'n, dan kun je zo'n test al doen. Het gaat uiteindelijk ook niet om die test. Test is echt een middel, dat is een veel gebruikt middel, dus die kan ook redelijk scherp aangeboden worden. Die bieden wij ook tegen kostprijs aan.
Maar het gaat wel heel duidelijk om van wat ga je er daarna mee doen. Want het is niet zo van je krijgt een heel mooi rapportje uit en met heel veel pagina's. En ik heb hem zelf ook gemaakt. Het geeft ontzettend veel herkenning en het geeft heel veel zelfbewustheid en inzicht. Maar daarna is het natuurlijk wel leuk om er vervolgens een stukje toepassing mee te doen in je bedrijf. En om dat te gaan bespreken als onderdeel van je ontwikkeling in je bedrijf. Ja, nou, het lijkt alsof je deze strategie in ieder geval goed zelf toe hebt gepast. Want volgens mij zit jij op de juiste plek, als ik het zo hoor. Bedankt voor jouw informatie. Dan gaan we hiermee het webinar sluiten. Alle bedankt voor het kijken. De terugkijklink en de vragen en antwoorden worden later nog toegestuurd. En bedankt voor jullie attentie. Fijne avond nog.